Nou, ik vrees dat we niet kunnen uitsluiten dat hij bereid is om in ieder geval een wat we dan A, B of C wapen, een atomair, een biologisch of chemisch wapen in te zetten. We weten immers dat hij dat tegenover personen al heeft gedaan. Ik bedoel, de Russen hebben al een aantal keer chemische wapens ingezet. Relatief recent nog op in eigen land ten aanzien van Navalny. Zou hij dat dan ook doen? Ja, dat is natuurlijk. Dat weten we niet. Alleen de gok kun je niet nemen. En in de Russische militaire doctrine zit wel degelijk ook altijd het gebruik van dit soort wapens. Zeker ook het nucleaire wapen. Ze hebben er 2 weken voor de inval in Oekraïne zelfs nog mee geoefend in Wit-Rusland. Ja. Even naar de ambassadeur, want u heeft ook jarenlang in Rusland gewerkt. Hè? U bent consul-generaal geweest in Sint-Petersburg. Hoe kijkt u naar die toespraak? Hoe kijk ik daarnaar? Het past in een lijn. Het is natuurlijk de opbouw geweest, zoals Han net ook zei. Vanaf 2007 is het steeds erger geworden. In 2011 hebben we natuurlijk ook zeg maar, de anti-homo-propaganda-wetgeving gehad. Vervolgens kregen we de buitenlandse agentenwetgeving. Dus het is wel steeds erger geworden. Maar hier zegt u... Maar dit gaat wel heel ver. Maar als je impliceert dat iemand anders uit is op jouw vernietiging, dan zijn dus alle middelen geoorloofd om jezelf te verdedigen. Is dat niet de boodschap die een diplomaat hierin leest? Nou, het is in ieder geval, dit is wel serieus te nemen, ja. Dit betekent dat thinking the unthinkable, dus het ondenkbare je voorstellen, is wel iets waar we op ons moeten voorbereiden.